Marcel van Vliet, preproloog. Ja, een hele mooie dag voor iedereen, denk ik, hè? Maar ook voor jullie. Het is vandaag een schitterende dag. Ik heb nog nooit zoveel mensen hier op het Eurocircuit gezien. En om hier weer aanwezig te zijn is toch elke keer weer een eer dat we hier met de trucks een rondje kunnen rijden. Ja. Jij zit natuurlijk voornamelijk in Dubai. Dus ieder jaar als jij rond op preproloog, dan moet jij je weg voorstellen aan het team, of niet? Ja, ze zien me vaak tijdens het jaar helaas niet zoveel. Dat vind ik wel jammer. De jongens werken ook heel het jaar hard om de trucks weer te prepareren. En dat is al fantastisch om weer te zien. Ja, ik woon in het buitenland, dus ja, ik kan helaas niet zo vaak komen. Ja. Wat kun je vertellen over de ontwikkeling van de truck? Er is natuurlijk in Silkway Rally weer een hoop ervaring opgedaan. En volgens mij is er weer heel veel werk verricht. Ja, de trucks zijn ten eerste natuurlijk helemaal weer opnieuw opgebouwd. Daarnaast hebben we weer een modificatie aangepast aan de motor, aan de remmen, aan de afstelling van de auto. Dus we hebben wel weer één of twee stappen vooruit gemaakt. Ja. Vorige week hadden we de presentatie van Team de Roy en Gerard gaf ook aan van ja, low price, natuurlijk Kamaz, maar ook MAN houden we in de gaten. Ja, en andere berichten, dan gaan ze alvast met de bekers naar huis. Maar ja. Ik denk dat ze rekening houden met iedereen. Ik denk dat het een hele brede top is geworden bij de trucks, dat de competitie heel erg hoog is. En we moeten gewoon gas geven om vooraan mee te doen. Ja. Over jouzelf, ja, jij zit veel in de woestijn. Jij hebt wel de mogelijkheid om heel veel in duinen te trainen. Elk weekend zit ik in de duinen. Gewoon lekker aan spelen in de duinen, puur om het ritme op te bouwen voor de Dakar. We beginnen met 2 dagen duinen. Ik heb ze vorig jaar gezien in Peru. Dat zijn serieuze dingen. Dus wij op die manier proberen wij een beetje in het ritme te komen. Ja. Nieuwe navigator, Marcel Pronk. Ja. Ja, die komt ook van dichtbij, zeg maar, voor jou dan. Ja. Hoe is dat tot stand gekomen? Marcel woont ook in Dubai, hetzelfde waar ik woon. En met hem ben ik altijd aan het spelen. Op een gegeven moment was er een deal met Loprijs die akkoord was. En Serge zou bij hem in de auto gaan. Uiteindelijk is daar wat misgelopen, wat miscommunicatie. En ja, toen lag bij ons de indeling wat overhoop. Maar Marcel wordt mijn nieuwe navigator en daar ben ik heel erg blij mee. Het is iemand die al 2 keer Dakar heeft gereden op de motor en 3 keer transoriëntaal. En ik weet dat hij heel erg goed is in navigeren. Dus ik ben er heel erg blij mee. Ja. Nou, we gaan jullie weer volgen. En heel veel succes nog in de aanloop naar de start dadelijk. Dankjewel. Dankjewel.